De Xbox 360 heeft een aantal hele coole launch games, maar een van de grootste titels die eraan zit te komen is toch wel Rise. What once was, can be again. If a son of Rome were to rise. Rise werd natuurlijk al een paar jaar geleden aangekondigd. Een game van Crytek, die gasten van de Crysis-serie. Dit is wel een hele verandering. Ja, een hele verandering van wat ze normaal gewend zijn. Hij werd inderdaad een paar jaar geleden aangekondigd. Dat zeg je goed, want toen de Kinect werd aangekondigd op de Xbox 360, werd die game ook al aangekondigd. En zou het een volledig Kinect-gestuurde game zijn. Dat is er nu niet meer. Hij is nu opnieuw aangekondigd eigenlijk voor de Xbox One. En ze zeggen ook gewoon, we hebben een totaal andere game gemaakt. Kinect gaat wel een rol spelen in deze game. Bijvoorbeeld met voice commands en waarschijnlijk bewegingssensoren. Want Kinect heeft nu de mogelijkheid dus om van je lichaam een extra controle te maken. Dat merk je heel erg al in deze game. Dat je continu met je lichaam meebeweegt omdat er zo fucking veel actie is. En voor Xbox One gaat hij dus als launch game aankomen. En is het wel gewoon grotendeels met controller gestuurd. Ja, wat wij hebben gezien, wij zaten toch gewoon met de controller te spelen. Ja, ik heb helemaal Kinect niet gebruikt. Klopt, we hebben alleen met de controller gespeeld. Ja. En wij hadden een level waarbij je begint op een strand. Vrij kort. Het was 10 minuten durende demo ongeveer. Ja. En we kwamen aan op schepen op een strand. En we moesten een kasteel infiltreren van Germanen. Je speelt zelf als een Romein. Ja, het is natuurlijk de Roman Empire Rise. Ja. Rise is dan een mooie naam die erbij past. En je bent inderdaad de Romeinen die de Germanen moeten tegenslaan. Die moet tegen barbaren waarschijnlijk ook vechten. Dus veel verschillende tegenstanders. Dus de opening was een beetje een Saving Private Ryan, maar dan 4 eeuwen terug. Klopt, ja, klopt. Dat heel erg doet het daaraan denken. Je komt eerst het strand opgerend, moet je wat gasten neerhacken. Ja. Dan staat daar een soort van defense system. Er staan een heleboel gasten daar met pijlen en bogen op je te schieten. En er komen er steeds pijlenmassa's op je af. En wat doe jij dan? Het is vrij simpel eigenlijk, hè? Want je kunt hakken, je kunt met je schild kun je iemand achteruit duwen en je kunt blokken. Dus het werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als Assassin's Creed. Ja, klopt. Maar als die pijlen komen, dan doe je namelijk iets heel anders. Want de gladiator gewend bent. Precies. Is form up. En dan komt er zo'n hele groep gasten om je heen staan. Dan een schild maak je dan met z'n allen. Dan maak je deel uit van een legioen. Maar was het toch een vet gevoel? Dat was wel een vet gevoel, Dan kun je dus die pijlen tegenhouden en kun je zelf speren gooien. Ja, en dan kun je zelf speren gooien. Ja. Moet je die gasten vermoorden. En dat voelt gewoon heel lekker aan. Dan gingen we, vanwege het gebrek aan tijd zeggen ze dan. We gingen de kasteelmuur op. Ging wat verder, ja. Dus dan was je ineens op de kasteelmuur. En dan zie je dat Rise toch wel een heel erg game is waarbij het om de, hoe noem je dat ook weer, van die bullet time of momentjes eruit. Nee, van die scripted momentjes waarbij je op X en Y moet drukken om iemand af te maken. Klopt, en je hebt heel veel van die slow-mo momentjes. Hè? Dus dat je iemand kop eraf hakt en dan vertraagt het spel. En dan moet je op Y, X drukken bijvoorbeeld. Klopt. Om die gast een zwaard door zijn hoofd te rammen. Ja, dat bedoel ik inderdaad. Ik weet even de naam niet meer voor, maar dat maakt die game wel heel dynamisch. En het maakt het heel erg actievol. Zeg maar alsof je in een soort van film speelt. Maar als je de hele game dat doet. Daarom. Dat wordt heel vervelend. Dat wordt heel saaiig, denk ik. Want je bent continu, als je een gastje neer wil slaan, krijg je weer dat momentje dat je op X moet drukken, op Y moet drukken. Steeds hetzelfde. Het zijn wel coole momenten. Stel je voor, die gameplay duurt 12 uur en je doet 12 uur dat. Volgens mij word je daar heel moe van. Daar word je heel moe van, denk ik. Ja. Dus dat is nog even de vraag of dat goed gaat werken. We hebben ook de Xbox Kinect, de nieuwe Xbox Kinect functionaliteiten nog niet gezien. Maar ze zeggen dat die er wel in gaan komen. Yep. Want hoe cool zou het zijn als je dus kan zeggen, form up. En die gasten komen om je heen staan. Ja, plus de Kinect van de nieuwe Xbox doet het heel goed. Ja, die is heel erg sterk. Dus dat kun je er heel goed bij implementeren, denk ik. Dus het heeft zo'n rotatiesysteem. Je kunt naar achteren lopen, naar voren lopen. Als dat het heel goed doet, kun je dus waarschijnlijk ook gewoon zelf een zwaard in iemands hoofd rammen. Ja, het zou best nog steeds een coole game zijn om volledig met Kinect te kunnen besturen. Zeker als die Kinect zo goed is als dat hij nu is. Mm-hmm. Al met al denk ik dat het echt een leuke launch game gaat worden. Ziet er goed maar uit. Maar dat we wel even af moeten wachten hoe de andere levels zijn en hoe repetitief het gaat worden. Inderdaad, ik ben er persoonlijk eigenlijk niet zo positief over. Oh. Ik vind veel van hetzelfde. Ik vond het wel heel erg actievol. En ik denk dat het een leuke launch game wordt om in huis te halen. Tuurlijk heb je ook andere launch games, dus je moet een keuze maken. Maar hou deze titel ook zeker in de gaten als je een Xbox One in huis gaat halen.